was gevaarlijk. Ja. Nou, het wordt heerlijk weer. Eventjes een overgang. Ja, maar ja, de zon gaat schijnen. Daar hebben we zin in. Dat is goed nieuws voor ons allemaal, als je zonaanbieder bent tenminste. Maar ook voor horecaondernemers. Want sinds zij hun terrassen mochten openen, was het bewolkt en regenachtig. En nu gaat het eindelijk veranderen. Die jas kan uit, die parasol kan naar beneden. Ondernemers zijn er helemaal klaar voor. Voor mij, met zo'n terras, is mooi weer wel gewoon bijna cruciaal. Als het zonnig is, dan staat er echt een rij en dan hebben mensen er gewoon zin in om weer bij ons op het terras te zitten en om te eten en te drinken. En ja, dat is heel leuk om te zien. Dus daar heb ik wel heel veel zin in zo'n heel weekend, dat er mooi weer wordt voorspeld en dat ik vol gereserveerd ben. Dan heb ik nu al een beetje, ben ik al aan het voorbereiden en aan het voorgenieten voor die dagen. De bestellingen doen, extra veel. Ik heb net nog 9 fusten voor dit weekend extra aangesleept. Dus dat is wel echt gewoon de halve liters bier, die gaan wel echt als warme broodjes over de toonbank tegenwoordig. En flessen rosé, flessen wit, ja, dat gaat hem wel worden dit weekend.